Het is maandagavond en dan zijn we er altijd traditiegetrouw met RN7 podcast, RN7 Update Live. Zoals altijd ook met Nick Rokers en Harold Bastiaans. Heren, goedenavond. Goedenavond. En vandaag een special guest. Hij speelde 335 wedstrijden voor NEC, speelde tegen Barcelona in de Europa Cup 2, speelde 2 bekerfinales tegen Ajax en tegen Feyenoord en is de huidig technisch directeur van NEC. Welkom Carlos Albers. Carlos, ja. Goedenavond. Dankjewel. Fijn en leuk dat je er vanavond bij kan zijn. Hoop te bespreken, hoop vragen binnengekregen voor je, Carlos. Dus daar komen we zo meteen op. Maar eerst natuurlijk ook altijd eventjes terugblikken op de afgelopen wedstrijd. Vrijdagavond speelde NEC uit bij Almere City. Het verloor met 1-0 en dat klonk zo. Eunal 1 tegen 1, draait naar binnen, ruimte voor een schot, is die er? Nee, voorzet bij de tweede paal, helemaal vrij. Zo. Maar de vlag gaat omhoog. Dat was een reden waarom Kobi Koki Ogawa helemaal vrij stond. En dat was... Dus het is een lastig, ja, dus bij de vraag of de lijnen goed getrokken kunnen worden. Ja. En wat het oordeel is van de VAR, ja, we moeten er even op wachten. Dus maar goed, ik ben bang dat het beeld niet goed is hier, ja, voor de VAR. En dan, ja, laat de grensrechter dan maar bepalen. Ja. Daar komt het signaal en de vrije trap wordt inderdaad gegeven. Ja, of het buitenspel is of dat de VAR zegt, ja, ik kan het niet zien. Ja. Het signaal van de grenzen blijft staan. Ja, dat zullen we dan later moeten terugzien. Is er ruimte bij Carbonell, die wil de bal hebben. Een aardige kaas van Hansen. Hansen voor Almere. Via de kluts gaat hij erin. Via de kluts van Carbonell verdwijnt de bal over Robin Roefs heen in het lege doel. Ja, het is een lelijke goal, maar die tellen ook voor een doelpunt. En dan hebben we nog 3 seconden voor dat scheidsrechter. Oh, sterker nog, scheidsrechter Alex Bos vindt het al voldoende. 3 seconden voor het einde, terwijl er maar 4 minuten blessuretijd weer bijgetrokken. Nou goed, de arbitrage was ons niet welgezind, niet mag heel ik erg zeggen. Maar NEC had wel genoeg kansen op zich om hier een keertje op een voorsprong te komen. En dat heeft het gewoon, ja, toch echt aan. Ja, het was de wedstrijd waar de kansen er niet in gingen, Harald. Nee, klopt. En dan hebben we ook weer een VAR-momentje. Ja, maar weet je, je moet daar gewoon winnen. Als je iets wil bereiken met de club, dan moet je daar gewoon winnen. Deze club heeft 21 wedstrijden niet gewonnen. En dan moet je gewoon winnen. En volgens mij hebben we de kwaliteit, hebben we er wel voor, maar komen de doelpunten niet. Ja, ja, ergens gaat er dan iets mis, denk ik. Nou, wat gewoon frustrerend is. Het is sowieso een andere wedstrijd als tegen NAC. Want tegen NAC was het heel slecht. En nu vergeet je jezelf gewoon te belonen. Maar wat mij dan weer stoort, en dat is vaker bij NEC gebeurd in de loop van de tijd. Altijd als een team niet presteert, de tegenstander om het zo maar te zeggen, dan is NEC altijd nabij om wel puntjes te geven. En dat is natuurlijk heel makkelijk te zeggen, maar het is wel zo. Het gebeurt best wel vaak de laatste jaren, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat was vandaag weer hetzelfde, dit weekend weer hetzelfde. Ja, super frustrerend. Ja. Ja. Carlos, je zat op de tribune. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Ja, ook naar die wedstrijd gekeken. Ja, ik denk dat we allemaal wel hetzelfde beeld hebben van deze wedstrijd uiteindelijk. Daar kun je soms van mening over verschillen. Hè? Waar, hoe en wat. Hè? Dus ja, misschien kijk ik soms wat meer voetbalinhoudelijk en dergelijke. Alleen uiteindelijk denk ik, ja, is het wat Harald ook zegt. Ja, weet je, als je de ambities hebt, dan moet je deze wedstrijden winnen. En daar heb je de kansen voor gehad. En uiteindelijk heb je dat niet in rendement en resultaat omgezet. En uiteindelijk draait het er toch om. Ja, het draait inderdaad om de doelpunten. Kansen waren daar wel zeker. Trainer Rogier Meijer na afloop over al die kansen. Ja, kloten natuurlijk. Dat is een understatement. Alleen, daar kun je verder weinig aan doen. Ik denk dat de aanval die Eunal bij Ogawa op het kortbeleg geweldig is. Alleen de kop ernaast, ja, dat is ook voetbal. Voetbal is ook een spel van fouten en beslissingen. En dat blijft altijd. Ja, fouten en beslissingen. Er was ook een moment inderdaad dat Eunal natuurlijk hem prachtig had kunnen afleggen op Koki Ogawa, want die stond helemaal vrij. Ja. Koos toch voor iets anders. Dat zijn die beslissingen, die kleine beslissingen. Nou, over beslissingen gesproken. Ik kijk ook even naar jou, Carlos. De lijnen die niet getrokken konden worden. Dat kost je dan misschien een doelpunt wel of niet. Wat vind jij daarvan? Dat er geen lijnen daar getrokken kunnen worden bij Almere? Heel amateuristisch. Ja. En ik heb de afgelopen weekend ook nog contact over gehad met de KNVB. Want je moet altijd... Eerst dan zie je gewoon even geen... Ik ga geen excuus zoeken, hè, van hoe... Nee, nee. Alleen we geven miljoenen uit aan data vanuit in het betaalde voetbal.
En we komen nu door een incident erachter dat het bij Almere niet mogelijk is. Nou, dus ik heb de afgelopen weekend ook contact over gehad, gezocht met de KNVB. Zeg niet op nu, we kunnen het niet meer terugdraaien. Alleen het gaat mij om, ja, over 2 weken spelen bij RKC. Hoe zit het daar? Dat is ook een stadion met een lage tribune. Dus als je kijkt naar de competitie en eerlijkheid, gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, dan vind ik dit heel erg vreemd. En ik werd teruggebeld door Richard van Menen, waarschijnlijk de nieuwe scheidsrechtersbaas. En die was het roerend met me eens. Ik zeg, dit gaat mij om het totale betaalde voetbal. Hè? Gelijke monniken, gelijke kappen, dat uitgangspunt, professioneel werken. Ja. En voor hem was het ook nieuw. En hij gaat heeft het voor vandaag op de agenda gezet bij de scheidsrechters. En daar vragen over gesteld. Dus dit balletje is nu door dit incident aan het rollen gegaan. En als je nu kijkt, anno 2024, de miljoenen die in het betalen voetbal omgaan. Ja, is het natuurlijk een lachertje. Nou ja, we hebben zelf ook genoeg, of NEC heeft zelf ook genoeg kans gehad natuurlijk om het af te maken. Dat is ook niet gebeurd. Dus het is niet, je moet het altijd bij jezelf zoeken. Mm. En uiteindelijk hebben wij niet de kansen zeg maar afgemaakt die we gekregen hebben. Want dat is duidelijk, was het in ons voordeel. En daarbij nog, zijn er nog een aantal dingen die we gewoon beter moeten doen. Want als je tegen Heracles, NAC en Almere gewoon 0 punten haalt, dan moet er echt een tandje bij. Ja. Jij zei net, je zei dat, wij kijken als supporter, althans ik. En ik ben kijk voetbal inhoudelijk, zei hij. Juist voetbal inhoudelijk. En wat heb jij dan gezien ten opzichte van wat ik zie als supporter? Wat zie je dan anders? Zie je dan dat bepaalde spelers niet datgene brengen wat ze moeten brengen? Of zie je dat bepaalde spelers... Ja, ik kijk dan met name ook bijvoorbeeld naar vorig jaar. Want ik, dat is ook wat ik gewoon afloop in de technische staf. Weet je. Je bent aan het kijken van... Kijk, spelers willen altijd... Hè? En als ik ook nu na afloop... Weet je, na afloop is altijd emotie. Maar ik kijk nu bijvoorbeeld naar het aantal duels. Ja, wij hebben gewoon veel meer duels gewonnen dan Almere bijvoorbeeld. Hè. Dat zou je misschien met blote oog niet zeggen. Maar dat is wel gewoon zo. We hebben 53... Dat wordt meetbaar. Dat is tegenwoordig alles is meetbaar. Ja. Dus ik heb ook gewoon de cijfers hier liggen. Ja. Ik wil ze ook even aan je voorlezen. In het totale duel waren 227 duels. En NEC wint 53% daarvan. Zowel offensief en defensief als ook zeg maar koppend. Hè. Dus weet je, als je zegt van er is geen strijd geleverd. Kijk, deze cijfers waren tegen NAC totaal anders. Ja. En dan ben ik echt pissig en boos. Ja. Daarin. Dus nu ga je naar het voetbal inhoudelijke kijken. En vorig jaar konden we makkelijker, wat ik vond, zeg maar, de in balbezit ook, net of in iets hoger tempo, de Chiri of Matson rond die 16 bijvoorbeeld bereiken. Hè? Dat zijn dingen waar ik naar kijk. En hoe kun je dat dan weer verbeteren? Hè? Dus is het dan zo, moet je dan soms met 1-6 en 2-8 bijvoorbeeld, hè? Waardoor je... Maar dat moet je met elkaar... Dat zijn dingen die je bespreekt. En dat noem ik voetbal inhoudelijk. En want dat, je noemt het nou. Dat vind ik dan wel heel, heel mooi dat je dat zegt. Je hebt het over Matson en over Thierry. En dat is eigenlijk de discussie die je er bij de supporters nu hebt. Zij zien hun als een 10. Die vorig jaar gewoon datgene gebracht hebben waardoor... Nou, Matson scoorde zelf en Thierry scoorde zelf ook. Maar ook die bracht ook spelers in scoringsposities. En dat wordt nu geroepen door de supporters. En ik denk dat dat ook wel terecht is. Dat het allemaal veel trager gaat vanaf het middenveld. Wie was jouw beoogde nummer 10? De opvolger van Thierry. In jouw opinie. Nou ja, kijk. Dat is met vorig jaar ook. Heeft Robert al laten zien. Dat hij zeg maar heel goed tussen de linies kan spelen. Hè? En dat was het eerste jaar. Dus daarin werd hij ook soms zeg maar een beetje vanaf de rechterkant dat hij aan de binnenkant kwam te spelen. Maar goed, hij heeft vorig jaar laten zien dat hij die stap kon maken. Dus wij kijken er ook naar of hij dan zeg maar de potentie heeft om die volgende stap te maken. Dus dat is 1. 2. Dus dat is meer een speler die tussenlinie speelt. Met Ouiza, die dat vorig jaar ook bij Roda heeft laten zien. En de rechterkant, ook aan de binnenkant. Met Van Krooij heb je een loper. Wij hebben ook gekeken in deze zomer weer. Hoe kunnen we een blokje, zeg maar, net weer beter doen. Ten opzichte van vorig seizoen in een analyse. En daarin kwam ook naar voren dat we met name in het pressen ook, zeg maar. Hè, weet je, dus de intercepties. Dat we daar nog eens een stap konden halen. Nou, dan heb je bijvoorbeeld nu met Van Krooij, Ouiza, Unal, heb je allemaal gewoon lopers ook, zeg maar, die gewoon dat ook weer kunnen brengen. Alleen je hebt weer net iets
minder. Ja, kijk, als ik ook naar zijn wedstrijd kijk, dan zie ik, ik weet niet welke minuut het was, maar ik zie Eunal op een gegeven moment goed vrijkomen, tweede helft van de linkerkant. Ja, en ik, dan komt bij mij een film terug. Ja, vorig jaar was dat een goal geweest, weet je, in die schietpositie. En nu niet. En als wij daarmee 1-0 waren voorgekomen. Want uiteindelijk, als je Almere NEC van vorig jaar kijkt, dan was het ook geen denderende wedstrijd. Alleen ja, we schieten twee keer een bal binnen. Ja, als je riskeert even een bal van 30 meter, gewoon een strakke kruising. Dus daar hebben we dit jaar gewoon meer moeite mee. Maar dat was het echt niet mogelijk om zo'n type 10 weer te kunnen halen? Was dat niet mogelijk? Nee, we zijn heel lang met Thierry bezig geweest om hem binnenboord te houden. En uiteindelijk koos hij toch voor Antwerpen dat hij toch nog graag een keer Europees in de top van de competitie wilde spelen. En dat doet hij goed nu. Goed. Ja. Ja, hij scoort weer 7 goals. Ja, potverdorie. Dan leg je de ogen dan lekker in. Dat is gewoon een kwaliteitsspeler. Nou, missen we dan nu niet gewoon vanuit achterin de center en een proper? Natuurlijk. Ja, die zitten in de selectie. En we hebben ze dit moment niet beschikbaar. Ja, dat zijn toch twee spelers in de as. En dat zijn ook zeg maar de sterkhouders van vorig seizoen. Ja. Dus dat zijn ook spelers die het dit moment mist. Maar goed, je hebt ze niet. En dan vind ik met name dat je als team zijnde dat moet zien op te vangen. Je kunt nooit als eenling dat eruit halen. Ik vind dat je dat altijd met elkaar moet doen, als team moet doen. Dan vind ik dat wij meer kwaliteit hebben dan Heracles, Almere en NAC. Ja. En dan moet je gewoon meer punten pakken dan we de afgelopen periode gedaan hebben. Maar als ik nog even mag teruggaan naar die 10. Cordasano zou op 10 kunnen spelen, maar dat is volgens mij betere spelen op de 8-positie. Daar ben ik met je eens. Robert González, die kan op 10, dat heeft hij ook vorig seizoen laten zien. Maar ik denk ook dat hij beter uit de voeten, dat vind ik, hè, dat hij beter uit de voeten kan op de rechterkant. Owaisa, die heeft voor mij ook een voorkeur aan de rechterkant. Ja. Waarom is er dan niet voor gekozen om echt gewoon een 10 te halen? Die altijd op 10 speelt. Want die hebben we dus nu niet. Nou ja, je moet ook nog die 10 zien te kunnen vinden. Mm-hmm. En twee, met Robert González denken wij dat wij een 10 hebben die al zijn hele leven lang doelpunten gescoord heeft. Die altijd goed is zeg maar in en rond de 16 om daar op het juiste moment op de juiste plek te zijn. En dat hij die volgende stap gaat maken. En dat zijn ook eenmaal... Zijn we dan de afgelopen seizoen ook niet een beetje verwend, hè? Met creatieve spelers zoals een Tanane daarvoor. Mats van Wieser heeft ontwikkeld. En daarna natuurlijk Sherry. Maar we moeten ook dingen niet vergeten. Hè? Want ik weet nog goed dat Tanane vertrok. Ja, volgens mij heeft iedereen hemel en aarde van dit gaat nooit meer goed komen. Nee. En toen was daar ineens Matson. Ja. En toen ging Matson weg en toen heeft iedereen, hoe kun je dit nou doen? En toen kwam Sherry. Weet je, dus dat... En Matson was in het begin ook gewoon niet zo goed. Nee, daar waren we wel niemand fan van. Nee, dat bedoel ik. We speelden toen ook op een andere positie. Ik heb vandaag nog bij de training, werd ik door een paar, je hebt het wellicht gezien, een paar uiterst fanatieke supporters aangesproken. En dat mag ook. Dan herinner ik ze wel altijd even aan, letterlijk heb ik tegen hem gezegd, hij begon over Matson. Ik zeg, maar de jaren ervoor... Volgens mij was jij niet zo overtuigd van Matson. Hè? Ineens was Matson daar van de hangende linksbuiten naar meer de 8. Ja. Dan ook een echte 10. Hè? Ja. Laat ik het zo even stellen. Ik kan me nog goed herinneren dat Matson toen bij Fortuna zo'n grote kans miste. Natuurlijk, weet je, daardoor speelde hij uiteindelijk 1-1. En dan had je die wedstrijd toen in het slot kunnen gooien. Dan eindigde hij ook nog onder Vitesse. En toen weet ik nog dat wel de tendens was van die Matson... Die hoeft niet meer terug te komen. Dat laatste, niet bijgehoeven hoor. Wat je nou weer net zei. Ja, sorry, dit zijn wel de feiten. En het vreemde is dat die wedstrijd voor mij de eye-opener was betreffende Matson. Ja? Ja? Waarom dan? Echt. Omdat hij... Ik was toen een half jaar bij NEC. Ja. En Matson speelde 9 van de 10 keer als linksbuiten die naar binnen kwam. Ja. Ja. En op die wedstrijd speelde hij meer als 18. En hij scoorde niet... Maar ik heb hem wel 5 keer in die positie zien komen. Ja, hij kreeg zat kansen die wedstrijd. Ja, dat staan we er wel goed bij. Komen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht van, hey, dat kan ik wel eens een speler worden, zeg maar, die op een andere positie beter tot zijn recht komt. En dat deed hij ook, hè? Want vanaf het hele voorseizoen, alle oefenwedstrijden, speelde hij toen op de positie. Vanaf en toen viel hij al gelijk op, scoorde hij ook heel veel al gelijk. Ja. Klopt.
Ja, je moet het geluk hebben hè, dat een speler op een gegeven moment datgene gaat brengen wat je ooit gehoopt hebt. Ja. Die hem ging halen. Nou, dat is ja, dat is altijd zo. Weet je, dat is moeilijk aan ons vak. En nou ja, afgelopen week ook een paar keer presentatie gegeven. En zei ik al, ja, wat wij moeten doen is eigenlijk, ja, een beetje, klinkt een beetje raar, maar als je het vergelijkt met het bedrijfsleven. We krijgen nooit een eindproduct in huis. Hè. Dus we zullen een aantal potentiële spelers naar excellente spelers moeten brengen. Dus ja, dat is altijd moeilijk aan ons vak. Hè. Ik bedoel, Eunal en Ouisa, ja, die komen vanuit de KKD. Die zijn nog niet direct klaar. Hè. En dat is ook wat je moet accepteren. Maar dat is ook het moeilijke, want ja, we moeten ook presteren. Dingen hebben ook tijd nodig. Ja. Hè? Sommige dingen zijn voor ons, zeg maar, dat we het weten dat het tijd nodig heeft. Maar ja, we hebben geen tijd. Nee. En nogmaals, het is geen excuus. Want ik vind dat wij meer kwaliteit hebben dan de clubs die ik net genoemd heb. Goed. We zijn eigenlijk al ook gewoon verder. Dus we hebben al meer ook al achter ons gelaten. Dat is misschien wel beter ook. Ja, zeker. Dus we gaan ook eventjes door naar de vragen die binnen en al zijn gekomen. Want Carlos, vorig seizoen natuurlijk ook in het eerste helft van het seizoen viel ook tegen. Toen werd er ook een hoop gemoord. Hè. Toen stonden de verhuisdozen zelfs op de Eendracht. Nu heb je ook weer een mindere seizoenstart. Kun je dat met elkaar vergelijken? Heeft de ploeg gewoon moeite om op te starten? Of wat is dat? Ja, kijk, je probeert altijd, wat ik zeg, ik probeer altijd inhoudelijk naar dingen te kijken om het beter te maken. En vorig jaar hadden we duidelijk moeite ook met laat ik maar even zeggen, intensiteit hè, van wedstrijden in de eerste fase. Nou, dat hebben we dit seizoen niet, omdat we het weer anders hebben aangepakt. En nu hebben we denk ik meer moeite met de afstemming. Hè, met verschillende blessures ook die we hadden en die we hebben. En dat is vaak het moeilijke aan voetbal. Hè. Dus ga ik nu aan jullie vragen van, nou, waarom hebben we vorig jaar een topseizoen gehad? Ja, dat ligt ook niet aan één ding. En dus ook altijd als het minder gaat, dat ligt niet dat je zegt van één ding en dan is het makkelijk opgelost. Het ligt altijd aan heel veel facetten en het ligt ook juist even aan een juiste afstemming. En ja, wat dat betreft, als je gaat kijken naar elke de basisopstelling die we gehad hebben, dan zit daar nog te veel wisseling in. Ik denk wel dat dit team beter gaat draaien in de loop van de tijd. En als ik jou zo hoor, Carlos, dan moet dat ook wel natuurlijk. Dus ik denk dat het allemaal nog niet zo heel erg slecht gaat als dat het misschien nu lijkt. Alleen, ja, dat je nu weer niet wint van Almere en daarvoor verlies van NAC en daarvoor van Heracles. Ja, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk zuur. Ja, nee, maar Nick, wacht nou even. We pretenderen wel iets te willen met onze club. Ja. Dat wordt uitgedragen. Dat klopt. Niet zozeer door Carlos. Jawel, maar dat klopt exact, Harold, wat jij zegt. Hè? Dus ook, ook een punt waar ik aan denk, weet je, het verwachtingspatroon is hoger. Maar dat wordt ook door ons opgelegd. Hè? Ja, dat bedoel ik. Daarom moet je opgeven. Dus daarom zijn en mogen wij niet, zeg maar, de vraag die je net stelde van hoe vind je dat het gaat? Ja, het gaat niet goed genoeg. Nee. Omdat wij de ambitie hebben om die play-offs te halen en in dat linkerrijtje te eindigen. Hè? En dat zijn de verwachtingen die wij ook zelf wegzetten. Ja, en dat is dan ook het verwachtingspatroon bij de supporters en bij de mensen. Dus het verschil met linkerrijtjes 4 punten met nog 24 wedstrijden te gaan. Hè? Dus je kunt het aan twee kanten wegzetten. Alleen ik vind, wij zijn topsport. Mm. Wij hebben uitgesproken dat wij dat verwachtingspatroon hebben. Ja, dan moeten wij er ook naar leven en handelen. Ja. We hebben 24 wedstrijden nog te goed. Ja. En zie jij in een... Ja, ik ga vanuit dat je ja zegt. Maar dat er binnen nu een aanzienlijke tijd progressie komt. Dat we als supporter ook weer blij zijn dat we niet alleen van Feyenoord een punt pakken en van Heerenveen kunnen winnen, maar dat we ook van bijvoorbeeld morgen van PEC Zwolle kunnen winnen. Komt er zo'n moment dat je denkt van, we hebben nog veel ik heb geen glazen bol. Hè? Nee, maar goed, je hebt wel een verwachting. Elke dag kunnen wij werken aan de inhoud om het beter te maken. Ja. Alleen ik heb geen glazen bol, want ik bedoel, gaat Sendler en gaat Dirk gaan die binnenkort weer aansluiten? Hè? Ja, weet je? Ja. Waar we het net over gehad hebben. Komen er andere blessures tegenover te staan? Hè? Ik bedoel, ja. Nee, maar goed. Met de kwaliteit van deze selectie. Ja. Ja, dan zeg ik ja. Maar dan moet ook zonder Sendler een proper kon de Fintech.
Ja, kijk. Tegen ploeg als Almere vind ik wel. Zeker. Ik vind dat, zeg maar, als je, dat zie je nu al een beetje ook de spiegeling op de ranglijst. Je hebt de top 5, 6. Hè, dus Utrecht heeft ze nu daar ingemengd. Ja. En dan krijg je vanaf 6 tot 16. Ja, ik denk dat die verschillen niet geen 5 of 10% zijn onderling tussen de clubs. En als je dan, zeg maar, een Dirk en een Filip erbij hebt, ja, dat is weer een paar procent extra. Mm. En daarom is het ook zo dat je gewoon ook elke wedstrijd gewoon dan even messcherp moet starten. Want het verschil is niet zo groot. Ja, daar heb ik een vraag over. Onlangs hadden we jouw ex-collega die wel iets meer wedstrijden gespeeld had hier, zei Visser. Zij, oké. Die heeft iets meer gespeeld. Maar ja, ik dacht dat ik er meer dan 335 had. Ja, ik hoor, volgens mij is het ook meer. Volgens mij is het... Dit stond op... Hoeveel dan, Carlos? Het bekende... Wikipedia? Opzoekt, via transfer. Hoeveel dan? Volgens mij heeft hij ook bekerwedstrijden gespeeld en zo. Maar volgens mij Wikipedia 375. Ja, volgens mij ook. Okay. Maar dan zijn het er in ieder geval een stuk meer, ja? Nee, maar het maakt niet uit. Maar ik weet dat het altijd een beetje competitie met zij is. Die is de nummer 1. Ja. En dat wil hij graag houden. Maar zij heeft geluk gehad dat ik stopte vanwege mijn maatschappelijke carrière. Anders was ik nog 2 jaar doorgegaan. Ja, schuld van Frans. Maar Carlos, zij is zij. En dat is wel mooi, want zij die heeft verder helemaal geen bemoeienis met de technische staf of zo. Die zegt op een gegeven moment in het gesprek wat we hadden, dat hij vindt dat de verdediging veel te statisch voetbalt. Met een centel erin en een proper ervoor gaat het allemaal veel sneller en veel beter. Hij vindt het met Nuiting en met Marques vindt hij het net allemaal niet. Ja, goed. Mag hij vinden, maar wat vind jij ervan? Nou ja, kijk, ik ga nooit zo graag in op individuele spelers, hè, omdat het altijd het team is. Maar Philip Sandler is voor NEC, zeg maar, van PSV niveau, hè, ja, in balbezit. Ja, dus ja, dus wat zij zegt, ja, dat is gewoon, dat klopt gewoon. Snap maar even je? Los van zij, maar dan pakken we niet de individu, maar dan pakken we gewoon de hele linie achterin. Dat gaat toch allemaal veel te traag. Ik zit ter hoogte waar jij ook zit, alleen aan de andere kant. En ik zit dan een balletje te kijken. Dan gaat het balletje even naar links en naar rechts. En dan gaat hij weer naar voren. We hebben wel eens een vrije trap net op de middenlijn. Gaat hij weer terug naar Roest. Denk van, what the fuck, waar zijn we mee bezig? Ga nou eens pressie voetballen. Ga eens naar voren. Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Ja. Maar is daar een reden voor? Want heel veel supporters vragen zich dat echt af. Waarom is dat balletje zo vaak in die verdediging aan het rondwaren? Nou, we zijn natuurlijk wel een team, wat er vorig jaar ook bleek. Dat we gewoon heel sterk waren in noem even gedegen opbouwen. Dus van noem even fase 1 naar 2 naar 3. Hè? En als je dat goed doet, dan kom je in die laatste fase ook kwalitatief beter in de scoringspositie. En dat is vorig jaar ook duidelijk gebleken. Ja, maar daar heb je ook de spelers voor nodig. Want heb je ook de spelers voor nodig? Maar ja, Sandler staat nog steeds onder contract. Ja, en dat hij er zo lang uit is, ja, dat hadden wij ook niet voorzien. Nee, want daar heb ik ook wel een vraag over. Van, ja, hij is bijgetekend voor 5 jaar zelfs. Hè? Dat is een flinke periode. En daar hebben nu mensen al vaak tegen. Als hij zo vaak geblesseerd is, had je hem dan wel voor 5 jaar vast moeten leggen? Nou ja, kijk, niemand weet wat de afspraken daarover zijn. Hè? Dus dat is, dus nu jij wel? Ja, ik weet het wel. Dus en als je dit zegt, zijn er dus afspraken over? Dus ja, dus er zijn inderdaad er zijn afspraken over. Dus inderdaad voor 5 jaar getekend. En, maar nogmaals, vorig jaar heeft hij 75% van de wedstrijden gespeeld uiteindelijk. Hè? Dus dat is best een goed percentage als een gemiddelde voor een verdediger is. Iets van 80-85%. Ja, nee, maar kijk, op het moment als iemand speelt, als Sandler dan gewoon fit was geweest en je verlengt het met 5 jaar, dan zullen er denk ik niemand over horen. Maar het is net in zo'n periode dat hij nu nog steeds geblesseerd is. Hij heeft natuurlijk een aantal minuten, 60 minuten bij PSV gevoetbald. Alleen dit seizoen tot nu toe. Dan krijg je daar natuurlijk wel dat mensen denken, ja. Ja, maar is logisch, hè? Dat is ook zo. Maar jij vindt nog steeds, dat is hij waard gewoon. Ja, dat is hij waard. Kijk, en dat is altijd ook zo. Wanneer moeten wij een keuze en een beslissing maken? Ja, die beslissing moet je in mei moet je die maken. En maar ja, nu is het een andere tijdsperiode. Alleen ja, ga je die keuze en die beslissing terugdraaien naar die periode? Ja, dan zeg je misschien, dat klinkt misschien wat logischer. Had je Jasper er niet nog graag een jaar bij gehad? Jawel, had ik wel gehad. Alleen, kijk, Jasper heeft in de winterstop
ja, kwam hij naar ons toe met de mogelijkheid voor een club in Spanje. Okay. Ja, dat is nogal schimmig, hè? Want niemand heeft dat ooit ergens gehoord. Nee, maar dat maar daarom vertel ik het ook nu. Nee, dat is goed. Jullie zijn toch blij dat jullie wat nieuwtjes hebben, toch? Ja, kom maar op, Carlos. Nee, als ik de vraag krijg, ben ik daar heel open over. En dat was in de winterstop. En ik heb een trainingskamp in Spanje met Jasper gesproken. Van hem uit. Ik heb een mogelijkheid om wellicht naar Spanje te gaan. Ik heb gezegd, op dit moment niet. Hè? We zitten nu in deze fase. Dus dat is absoluut niet bespreekbaar. En ik vind het belangrijk, gezien jouw status, hetgeen wat je gespeeld hebt, dat je in ieder geval met plezier je spel speelt, hè? En traint en doet. En mocht het zo zijn komende zomer, en dan willen we daar wel naar kijken. Hè? En Jasper kwam zelf, in ieder geval zijn management, weer in, ik weet niet precies meer, Harold, of dat nou april of mei was, zeg maar. Ja. Dat hij interesse had en dat hij dat graag wilde doen. Goed, als dat dan twee keer voorkomt, dan zeg ik ook voor oké, dan willen we daar aan meewerken. En dat vind ik toch verrassend. Nee, maar jij kent hem ook goed, hè? En ik ken Jasper ook al toen hij nog klein was. En is hij nou weggepest? Niet hier, hoor, maar in Nederland. Is dat nou een van de redenen dat hij weggegaan is? Want ik heb het er met Dennis over gehad. En Dennis die spreekt hem dan ook nog wel eens. Dennis Gentenaar. Die zegt dan ook van het is niet allemaal even handig wat er gebeurd is in Nederland. Nee, dat is inderdaad niet allemaal even handig. Wat daar gebeurd is in Nederland. Het is ook zo. Het gebeurt. Zeker. En ook als persoon zijnde moet je kijken naar hoe ontstaat het en wat kan ik ook van leren. Zo moet het ook zijn. Hè? Het blijft altijd iets heel moeilijks. En hoe hij behandeld is, vind ik nog steeds schandalig. Hè? Want dat hoort gewoon niet zo. Hè? Want dat is echt gewoon op de man gespeeld door een paar oud-internationals. In onze maatschappij gaan heel veel mensen achteraan hobbelen. Ja, maar ik vind ook dat een ESPN dat heeft gedaan. He, die zetten dan ook op Twitter als Cillessen een bal. Ik kan me nog tegen Sparta herinneren. Gewoon een bal die hij niet heeft. Had hij misschien kunnen hebben, maar gewoon op zich een normale goal. En dan een heel groot blokletters. Cillessen maakt fout, kost NEC de overwinning. Kijk, zo'n fout tegen Go Ahead. Allah, dat kost NEC ook de overwinning. Maar die wedstrijd bijvoorbeeld niet. Kan jij dan ook een ESPN bellen met jongens, wat zijn we nou aan het doen? Nee, dat heeft geen zin. Kijk, dat heeft geen zin. Dat ga ik ook niet doen, want dan ben ik de hele dag mee bezig. Hè? En het vreemde vind ik altijd dan weer aan ESPN. Uiteindelijk is dat ook een zender die betaald wordt door de voetbalclubs. Mm-hmm. Hè? Dus die zijn er ook om de voetbal sterker te maken. Mogen best kritisch zijn. Alleen op dit soort dingetjes, dan ben je dingen aan het uitvergroten. En dat is ook wat ik bedoel. Dan lopen we achter de meute aan, omdat een paar ex-internationals dit hebben verteld. Hè? En dan heel veel mensen, die vormen daar en die vinden het leuk om daarin mee te lopen. En laten we het vooral niet op de man spelen. En dat is vaak, bij Jasper is dat gebeurd. Dat is gewoon triest. Want Jasper is gewoon een uitstekende keeper, een uitstekend persoon. Ik denk dat hij nog steeds de beste keeper van Nederland is. Ik ben geen keeper-specialist, moet ik zeggen. Dus daar kan ik niet over oordelen. Alleen nu goed is in ieder geval in Spanje. Ik heb dat natuurlijk ook aan Dennis gevraagd. Maar ik heb dat ook Stan Bijl wel eens gevraagd. En wat ik hoor zei Vesse dat ook. Dat is ook geen keeper geweest. Maar de reflexen van Jasper zijn natuurlijk fantastisch. En het is een positiespel, hè? Dus hoe hij al staat. Hè? Dus soms lijken ballen makkelijk dat hij pakt, maar dan staat hij al goed. Ja, en het voelt dus meevoetballen. Jasper is een uitstekende keeper. En dat heeft hij ook bewezen. Hij heeft natuurlijk een geweldige carrière gehad. Hij is een gewoon ook een fijne persoonlijkheid. En soms is het ook zo, in de media en dergelijke, dat heeft hij soms ook niet altijd even handig gedaan. Hè? Laten we daar ook eerlijk in zijn. En dat is een Jasper om daar ook weer van te leren. Alleen het moet nooit persoonlijk worden. En ik vind wel dat het persoonlijk gemaakt is. En dat vind ik erg triest. Was het gelijk duidelijk dat je Robin Roefstand als eerste keeper wilde hebben?
Nou, niet direct als eerste keeper, maar als keeper, zeg maar, die vorig jaar ook bewezen heeft in heel veel wedstrijden, dat hij het potentieel heeft om, zeg maar, naar een goede keeper toe te groeien. En ja, we zullen het uiteindelijk bij NEC naast presteren, is ook mijn taak, is waarde creëren. Mm-hmm. Nou, dan heb je een keeper uit de eigen jeugdopleiding die vorig jaar al vaak heeft laten zien dat hij het aan kan. Ja, dan is het ook zo dat hij samen met Stijn van Gassel, zeg maar, moet uitmaken wie, zeg maar, de eerste keeper wordt. En dat is uiteindelijk weer aan de trainer. Ja, maar het was niet dat je op zoek was echt naar een meer ervaren keeper om te zeggen, nou, die ga ik dan, als Sillen ze weggaat, ga ik die daar neerzetten. Ja, maar Stijn van Gassel is 27 jaar, volgens mij, heeft al heel veel wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus ja, volgens mij is dat een aardig ervaren keeper. De spitsen, ja, we hebben het net al over doelpunten gehad. Koki Okama lijkt nog wat ongelukkig dit seizoen. Ging natuurlijk ook in het begin van het seizoen hebben het gehad van, ja, moet er een andere spits bij? We hebben de naam ook van Sam Lammers voorbij horen komen. Dus iedereen dacht van, nou, als Carlos al met die aan het praten is, dan komt er wat moois. En toen kwam er een Japanse spits waar we nog nooit van gehoord hebben. Nooit op zoek geweest om naar eigenlijk toch wel een meer ervarendere spits naast Koki. Jawel. Zeg maar, ja, we zijn heel lang met Sam Lammers bezig geweest. Als ik achteraf kijk, zijn we daar misschien te lang mee bezig geweest. Maar ja, je wilt graag... Dat was de naam waar jullie nou op zoek waren van. Daar hebben we verschillende gesprekken mee gevoerd. Als je die had gehaald, was echt knap geweest. Ja, daar hebben we ook echt alles aan gedaan. En daardoor waren we ook bereid om lang te wachten. Alleen als ik achteraf kijk, denk ik misschien dat we een week of drie of zo, noem maar op, of vier korter hadden moeten. Is daardoor een andere spits gaan lopen, wie je niet meer hebt kunnen pakken? Daardoor hebben we, zeg maar, andere spits inderdaad ook niet kunnen halen, inderdaad, dat je moest beslissen. En daarna zijn we nog heel lang bezig geweest met een andere spits. En die wilde ook graag naar ons toekomen. En uiteindelijk ook weer 2-3 weken verder ging het om, uiteindelijk toch ook weer om om geld. Dus om financiën. Dus dat liep ook spaak. Ja, dus uiteindelijk konden we die ervaren speler gewoon niet krijgen. En dan maak ik een keus van, dan ga ik voor de lange termijn. En dan voor een spits die wat meer tijd nodig heeft, maar dan wel voor de lange termijn. Ja, als je zegt van het was een geldkwestie, was het een binnen- of een buitenlandse spits? Buitenlandse spits. Ja. Is er dan niet te praten met Marcel Boekhoorn van, god, dit moeten we echt hebben? Nee, want dit betrof... Want iedereen zegt altijd, die man heeft geld zat. Dus, suikeroom. De suikeroom. Ja. Nee, maar goed. Nee, maar misschien, ik weet ook niet of het zo werkt. Maar jij hebt wel eens gezegd van, ja, als ik echt met een goed plan kom, dan wil Marcel daar best wel naar luisteren. Ja, maar dit was een huurspeler. Oké. Okay. Dat is geen goed plan, hè? Nee. Voor Marcel. Nee, dat snap ik. Nee. Die was ook waarde. Dat was het. Hè? Dus maar we hebben het over spitsen. En we hadden vorig jaar, kwam eigenlijk net in toen het seizoen begonnen was, kwam jij met Bas Dost. Hoe is het daarmee? Nou, dat wil ik net vragen. Geweldig. Dat is gewoon, we hebben het nog niet over Pereira gehad. Daar gaan we het straks over hebben. Doe maar. Bas, hoe is het met Bas? Ja, uiteindelijk heeft hij nog steeds geen groen licht dat hij weer zijn activiteit, zijn inspanningen, dus zijn dagelijkse inspanning ook mag verhogen. Dus dat is dus al nu geruime tijd. En dat is ook met name de laatste keer een grote tegenvaller. Omdat de keer daarvoor, zeg maar, was er nog een aantal dichtbij. Alleen het is eigenlijk niet verder afgenomen. Waardoor Bas nog steeds niet, zeg maar, naar hogere inspanning toe mag. Want eerst die hier voor het groene licht krijgen. Ja. Dus men is nu ook verder aan het onderzoeken waar dat eventueel weer vandaan kan komen. Je hebt nog wel contact en zo met... Ja, absoluut. Ja, okay. En ook met Bas, zeg maar, zelf. Ja. En ik heb ook al een paar keer uitgenodigd als je wil komen kijken van naar een wedstrijd. Je bent altijd natuurlijk welkom. Of naar een training. Hè, vind je dat moeilijk? Ja, dat vindt hij moeilijk. Want tot nu toe is hij daar nog niet op ingegaan. Ja. Dus dat vindt hij echt moeilijk. En dan bel ik weer een keer zijn zaakwaarnemer. Hij waardeert het ook gewoon dat wij contact blijven zoeken.
En dat is ook wat, ja, dat is het enige wat we kunnen doen. Ja, wat ik wel bijzonder vind, hij zat natuurlijk heel erg kort bij NEC. Ik denk, nou, even uit mijn hoofd, 2 maandjes. Het is ook bijna trouwens een jaar geleden dat het is gebeurd. Maar voelt u dan nog wel een beetje bij NEC? Een beetje enige verbinding? Hij voelt zeker bij NEC de tijd dat hij hier is geweest. Want hij had het geweldig naar zijn zin. En als hij dat seizoen denk ik had afgemaakt en nog een jaar eraan had willen plakken, dan heb ik het vermoeden dat hij dat zeker had gedaan. Ja. Magnifiek doelpunt. Ja, net voordat dat gebeurde tegen AZ. Geweldige goal was dat. Dat mooiste goal van vorig jaar. Dat is echt gewoon... Maar ga je nog op zoek naar een spitslijn, denk je? Op dit moment niet, nee. Nee. Vertrouw er dan in dat, dat hij snel aanhaakt. Met Koki hebben we een prima spits. Hebben we ook in huis. En Ogawa een potentieel prima spits. Dus dat is ook iets wat we de komende maanden ook eens even nog rustig moeten aankijken. Ja. Nog een speler die eigenlijk na de vlak voor de deadline vertrok. Bart van Rooij. Die was niet meer te houden. Voor NEC. Nee, was niet te houden. Nee. Dus en terecht. Ja, ik heb met Bart... Had al langer die wens, hè, naar Twente te gaan, hè? Zijn in een interview met de mensen daar? In maart... ik ben in eind 22 gekomen. Nou, januari gestart met... waar gaat het heen? Nou, er waren aflopende contracten van El Karouani, Proper en Bart van Rooij. Hè? Dus Dirk hadden we vrij snel zover. Alleen Bart, daar heb ik wel aardig wat gesprekken voor moeten voeren. Om hem tot een verlenging over te krijgen. Want hij wilde toen al de stap maken. Maar dan zou die transfervrij de deur uitlopen. En buiten een prima voorstel heb ik onder andere op hem ingesproken. Van Bart, je bent de jongen van de club. Ik denk als je nu verlengt. En ondanks dat je dan in 2025, stel je wordt niet verkocht in de zomer 24, je verlaat dan NEC. Weet je, moet ik even nadenken als je over 20, 30 jaar weer in deze regio gaat vestigen en terugkomt bij de club. Dan zullen de supporters dat beter begrijpen dan dat je nu deze zomer weggaat. Ja, ja. Misschien is dat een snaartje net wat heeft kunnen bijdragen aan het geheel. Dat is goed. Je probeert verschillende invalshoeken die jongens te beïnvloeden natuurlijk. Maar het is wel zo, denk ik. Kijk, het is een punt waarvan ik denk, en Bart kennende en de familie en dergelijke. Je bent op 10-jarige leeftijd hier ingestroomd. Ja, dan zit NEC ook ergens in je DNA. Toch? Ik bedoel, dat is logisch. Dus dat neem je wel mee. En buiten dat, weet je, Harold, jij lacht misschien omdat, natuurlijk heeft hij ook een goed contract getekend. Hè? En logisch. Hè? Maar daar lach ik niet om. Ik vind het gewoon mooi dat je dat even meeneemt in het verhaal. Want het is natuurlijk ook zo. Je kunt tegen Koken zeggen, nou, als je nu weggaat, dan nemen ze je er niet aan. Niet in dank af in Nijmegen. Ja, dat zal een worst wezen. Ik kan me voorstellen dat hij dat wel heeft. Dan maak je de afspraak over. Maar goed, dus dan moet het wel tegen de juiste prijs zijn. Ja, dat was in het begin niet zo. En uiteindelijk kwam in een week tijd wel de juiste prijs op tafel. Ja, dan moet je ook je afspraak nakomen. En dan moet je iedereen de volgende stap gunnen. Want Twente is uiteindelijk een grotere club dan NEC. Ja. En we hebben een goede vervanger voor hem, hè? Ja, we hebben nu Pereira. Oudseer. Pereira. We moeten ook eventjes door gezien die tijd. Okay. Over Bart van Rooij, die doet het goed bij Twente. Een fantastische wedstrijd wat hij op Old Trafford neerlegde. Joeri Stensen vraagt zich af, is er nog een doorverkooppercentage op Bart van Rooij? Ja. Dus jij kijkt ook, jij leest die krant in Engeland ook. Je denkt zo, je knijpt je al naar je handjes. Dat kan nog wel eens iets leuks worden. Ja, maar ook, ik weet ook, één zwaarder mag nog geen zomer. Nee. Kijk. Nou, hij doet het wel goed. Ja. Hij doet het goed, maar... Maar goed, als je bij NEC... Wordt nu specifiek genoemd de wedstrijd op Old Trafford. Hè? Dus dat doe ik met één zwaar. Bart doet het geweldig. En ik vind het ook hartstikke mooi. Want uiteindelijk is het ook alleen maar goed voor NEC. Hè? Want je ziet een speler... Er zijn toch heel veel scouts die er overheen gekeken hebben. Hè? Want er waren geen 10 clubs die voor Bart interesse hadden. Dus heel veel clubs hebben er ook overheen gekeken. Dus het is ook goed voor NEC dat je toch een speler aflevert. Niet op een hoger niveau goed doet. Nou zeg je dus iemand uit de eigen jeugd. Hè? Dus natuurlijk Dirk is dat ook. Soufiane El Karouani heeft ook een deel van de jeugd hier meegemaakt. Waar zijn die nieuwe jeugdtalenten? Lopen die er nu al? Want, Robin Roefs ook, hè? Ja, Robin Roefs natuurlijk. Maar het is, als je nu naar de academie kijkt, is het daar erg stil, lijkt mij. Maar lopen ze er wel? Hoor je dat wel? Zie je dat wel? Jawel, maar het is schaars inderdaad. Alleen als ik nu even ook
alle data loslaat op dit moment. Ik zal het even vertellen. Dan heeft iedereen ook een idee wat een jeugdopleiding is. En dat is niet alleen bij NEC, maar dat is het algemeen zo. Omdat ik vorig jaar heb ik namelijk onderzoek gedaan. Omdat ik vind dat een academie is een bedrijf van 1 miljoen. Het is eigenlijk een business unit van NEC van 1 miljoen. Waar elk jaar aan kosten. Nou, dus dan vind ik ook dat moet dat rendement opleveren. Nou, wat heeft het de afgelopen 10 jaar? Kun je uitgaan van 10 keer 1 miljoen heeft dat gekost. En het heeft ook 10 miljoen opgeleverd. Alleen door middel van 4 transfers. Ja. Dus dat is heel erg weinig. Hè? Dus als je elk jaar, noem maar 150, 160 of 170 spelertjes opleidt. En uiteindelijk door middel van 4 transfers haal je zeg maar de 10 miljoen bij elkaar. Dat betekent ook dat het zeg maar heel erg dun is in opleidingsland. En dat geldt niet alleen voor NEC, maar dat geldt voor alle categorie 2 clubs. En daarom heb ik ook onlangs in Zeist ook aangegeven, ik vertel exact dit verhaal. En dat gewoon ook clubs als PSV, Ajax en Feyenoord van onze toptalenten uiteindelijk moeten afblijven. Want als Seelt en Babadi hier waren gebleven, en er zijn er nog een paar, dan had die jeugdopleiding 10 miljoen in de plus gestaan. Nou, wat zal het met NEC, die 10 miljoen extra, wat hadden we daar allemaal mee kunnen doen? Ja, dus, je hoort al vaak iedereen van, er gaat weer zo'n talent, die gaat dan naar PSV toe. Maar die zijn dan ook niet te houden, hè, voor de... Je praat over andere bedragen. Wij moeten er alles aan doen om ze wel zien te houden. Ja. Want die jongens worden gek gemaakt. Aan de hand van deze analyse die ik nu vertel, dan richt ik ook zeg maar de strategie in voor de jeugdacademie, wat je daaraan kunt doen. En dus dat wij ze ook langer bij de club kunnen houden. Dus daar moeten we alles aan doen. Alleen soms is het ook zo dat, soms zijn ze ook niet te houden. Nee. We hebben Lebbeke West hier in de uitzending gehad. En die was ook wel eerlijk, kritisch eerlijk, om het zo maar te zeggen. Die zei, de nieuwe Propers en de Sofian Caruana en de Otterles lopen nog niet rond. En volgens mij, moet ik even ook even naar jullie kijken, die had het ook wel dat er een goede lichting was in de onder 13-14. Dat vind ik wel... Dat duurt nog wel heel lang voordat hij gaat heel lang, ja. Zo lang kunnen we niet wachten. Nee. Dus ik denk dat in onder 19 wel een aantal spelers in lopen, die op termijn aansluiten kunnen vinden in de eerste selectie. En ook onder 19 zijn net stand. Ze spelen nu tweede divisie, zeg maar, onder 19. Ja, daar hebben we gewoon ook als doelstelling dat ze dit jaar willen we gewoon mee promoveren naar het hoogste niveau weer in Nederland. Toen kwam bij onder 19 volgens mij, of onder 21, de speler uit Saoedi-Arabië. Heel veel om te doen, hè? Je zei van, misschien gaan we wel samenwerken. Hoe zit het daarmee? Gaat dat nog door? Nu staat op dit moment op een rustig pitje. Dus ik ga binnenkort weer met RWC daarin overleg. Maar op dit moment staat op een rustig pitje. Ja. Maar als ik dan... dat jij zegt het nu, hè? Dat vind ik fijn. Maar dan kan ik er ook wat van vinden. Ik heb het niet eerder van jou gehoord, maar... Als je gaat kijken, we hebben NEC maatschappelijk. En dan doen we heel veel maatschappelijke projecten in Nijmegen. En in de regio. En dan gaan we samenwerken met een land. Dat gewoon elke vorm van een humaniteit die je moet hebben, niet heeft. Is dat niet een beetje raar voor een club als NEC? Of überhaupt een club in Nederland, laat ik dat zo zeggen. Nou ja, ik denk dat, dat het zo is dat jij zegt dat we daarmee gaan samenwerken. Alleen de woorden van mij zijn geweest dat, dat we gaan kijken, dat we gaan onderzoeken. Nee, ik heb dat niet gezegd. Maar dit is wat je nu zegt, hè? Ja, omdat hij dat zegt en jij geeft de antwoord op. Ja, maar ik weet wat ik zelf gezegd heb in een interview op 2 of 3 september. Ja. Dat wij, kijken naar een mogelijkheid in de markt. En dat we over nadenken of we daar eventueel een samenwerking met de Soedische Bond. Want hoe je het ook bent of keert, nu kijk ik even puur vanuit een zakelijke kant hoe die markt zich ontwikkelt. Hè? Mm-hmm. Dus dit is toch een land die zeg maar de komende 5 jaar naar een top 5-6 liga wil. En daar ook volop gas op blijft geven. Dus dan denk je wel eens na, wat zit er aan de zakelijke kant, aan de voetbalkant? Wat voor mogelijkheden zijn daar? Want hetzelfde doe je met de Japan of zo kijk je naar een andere markt waar mogelijkheden liggen. Alleen dat is hetgene wat ik gezegd heb. Alleen dat staat mede zeg maar ook door de reacties die op de club zijn afgekomen. Ja, weet je, en daar luisteren we ook naar. Staat het op dit moment op een laag pitje. En daar hebben we de volgende raad van commissarissenvergadering. Is daar weer zeg maar, staat op de agenda. Dat betekent dus dat de RVC daarin meegeparticipeerd is. En dat vind ik het nog kwalijker. Want ik vind het echt...
Ik vind het, hè, dat is een persoonlijke mening. Hè. Ik vind het heel kwalijk dat je samen gaat werken met Saudi-Arabië. Gewoon omdat daar gewoon de mensenrechten gewoon geschonden worden. Maar had je gedacht dat dat een eenmansactie van mij zou zijn? Nee, ik weet niet. Je hebt je verantwoording als technisch directeur. En, aan de RVC. De RVC. Maar ja, goed, als jij naar de RVC gaat en jij komt met het verhaal van... Ik ben dat en dat en dat van plan. Dan kun je dat doen. Tenzij zij zeggen tegen jou van wij willen dat niet hebben. Nee, maar dat is ook zeg maar niet... daar is door de RVC ook geen uitspraak over gedaan of we het wel of niet willen hebben. Alleen we hebben zakelijk even gekeken naar hun markt. Ja. Hè? En gekeken van wat zijn daar eventueel mogelijkheden zijn, wat contacten zijn daarover. Omdat Saudi-Arabië graag jeugdspelers zeg maar... in Europa wil plaatsen voor om op te leiden. Omdat ze halen zelf hele grote spelers en sterren, waardoor voor de jeugd geen toekomst is zeg maar om wedstrijden te spelen. En ze willen toch het WK daar naartoe halen. Dus dat is de achtergrond aan die kant. Nou, en daar hebben we ook naar gekeken. En uiteindelijk is daar helemaal nog geen beslissing ook in geweest. Dat we dat wel of niet gaan doen. En, maar goed, mede door de reacties die er komen. Want de reacties die komen, die nemen wij natuurlijk ook heel erg mee. En dat is ook terecht dat wij daar op die manier naar kijken. Nou, en dat staat op de agenda van de volgende RVC. En dan zal er wel definitief een antwoord op geven. Ja. Dan wachten we dan nog even af. Gezien het einde, even snel twee vragen. Geert Tonen die vraagt, komt Lars Olden Larsen nog terug? Die is verhuurd, hè? Die is verhuurd in januari. En daarin heeft de club... heeft ook een optie tot koop. Dus dat moeten we even afwachten hoe dat hij het daar doet. Maar hoe die club daarin zit. Hè? Dus dat is even afwachten nog. Ja, was wel teleurstellend wat hij hier liet zien. Ja, hij heeft hier niet gebracht wat hij moest brengen. Nee, dat klopt. Ja. En de fitheid van de spelers. Nou, we hebben het al eigenlijk over Sender gehad. Dat zag je niet aankomen. Soontje Hansen is ook nog zo'n speler. Heeft ook nog geen 90 minuten sinds hier is gespeeld. Maak je daar zorgen over dat soort spelers, dat die gewoon maar niet fit blijkbaar kunnen worden? Nou, volgens mij is daar de perceptie iets anders als jij zegt van hij heeft nog geen 90 minuten hier gespeeld. Ik denk dat hij vorig jaar best veel minuten heeft gemaakt. Maar geen hele wedstrijd. Maar veel minuten voor zijn eerste jaar in ieder geval heeft gemaakt. Ook van de situatie waaruit hij kwam. Ja. Nou, daar valt het inderdaad tegen dat hij die lijn niet heeft doorgetrokken. Dat heeft ook met een blessure te maken die wat... zeg maar wat langer duurt. Hè? Dus het is geen dikke enkel. En, maar het is iets wat langer duurt. Wat langzaam zeg maar, ook herstelt. Daarin, want Sontje heeft gewoon afgelopen zomer heeft hij doorgetraind bij NEC. In het krachthonk. Nou, je ziet ook dat hij veel sterker qua body en dergelijke is. Hè? Dat zie je terug. En, dus wat dat betreft hadden we al meer van hem verwacht. Daarin. En... maar goed, je ziet ook, hij is er volop mee bezig. Wij hebben daar komende week weer dat wij een overleg hebben. Zeg maar, dat we kijken van hoe kunnen we hem ook weer daarin helpen. Hè, zoals ik net al even, Dirk zei, extra uurtjes. En met andere spelers zit het op een ander vlak. Het is wel een speler die het verschil kan maken. Ja, juist. Daarom. Hè, dus we missen hem. Dus en hopelijk gaan we daar morgenavond meer over zien. Goed. Staat de trainer staat hij onder druk? Binnen NEC? Alle vertrouwen nog in Rogier Meijer? Absoluut, ja. Dus, Carlos, dankjewel voor jouw tijd en voor je openhartigheid hier. Viel het mee? Ja, toch? Waarom niet? Had je verwacht dat het tegen zou vallen? Nee, misschien dat je denkt, toch lastige vragen. Volgende week weer? Liever niet. Nee, kijk, je moet er zijn in goede tijden, slechte tijden. Weet je, het is ook mijn job, ik moet professional zijn. En ik had liever hier naartoe gereden met 3 overwinningen op zak. Dat is zo. Maar alleen, wij ook hoor. Dat is zo, maar dat hoort erbij het vak. Goed. Dankjewel in ieder geval voor je komst en succes de komende tijd weer. Wij zijn er natuurlijk deze week nog met de voorbeschouwing op de wedstrijd van zondag. Want dan speelt NEC ook alweer. Dan is FC Groningen de tegenstander in de Goffert. En de podcast kun je natuurlijk nog terugluisteren. Volgende week zijn we er weer. En wie dan de gast is, dat blijft ook altijd nog even een geheimpje. Dat horen we volgende week. Dankjewel allemaal voor het luisteren en tot de volgende. Joe.